mooie dingen, kinderboekenweek. En ik koop elke kinderboekweek een kinderboek voor mezelf. En meestal is het gewoon een boek met een verhaal. Maar omdat ik nu niet meer zo snel lees, heb ik me de laatste 2 jaar in de prentenboeken gedoken. Maar dat deed ik al eerder ook, omdat ik hou heel erg van prentenboeken. En ze staan nu mooi allemaal uitgestald op mijn bureau en op een extra plank daarboven. Daarom zit ik even zo hier om dat te laten zien. Want daar word ik blij van. En ik wil er wel een paar laten zien. Want ze zijn om verschillende redenen leuk. De geflauw is leuk omdat het zo'n ontzettend leuk verhaal is. En het zo lekker in rijm is met een hele leuke plot. Dit is eigenlijk geen kinderboek. Maar dit zijn... hoe heette dat? Ja, daar is een naam voor. En normaal kom ik daar zo op, maar ik kom er nou niet op. Tonkendracht maakt hele mooie collages. Yes, ik heb hem de naam. Collages. Die maakt hele mooie collages. En die zijn om in weg te dromen. Ze zijn allemaal mooi. Maar die van de winter vind ik het mooist. En die zijn heel bijzonder. En deze is gemaakt op een boek wat zo ooit begon. Wat een vervolg had moeten hebben, maar geen vervolg. Dus dit is een beetje troost. Dit gaat over alle werelden die zij ziet achter deuren of achter plekken. En daar ging haar laatste boek ook over. En daar hoort dit. Daar horen deze collages bij. Ik heb net vandaag deze gekocht. En het is een heel dun verhaal, maar heel mooi. Maar eigenlijk is het gewoon, gaat het om de tekeningen. Het gaat over een meisje die haar wereld laat zien aan een buitenaards wezen, dat land. Daar landt hij. Nou ja, hij komt eraan en het meisje laat dat meisje laat dat wezen haar wereld zien. En dat gaat bladzijden lang door. En ook dat is een boek om me weg te dromen. Ik hou heel erg van die tekeningen. Ik hou vreselijk erg van deze tekenaar. En dit is een kerstverhaal over een meisje die alleen is met kerst. En die gaat erop uit en die gaat het bos in. En oh, ik hou zo van prentenboeken. Vooral als de hele pagina's vol zijn. En ja, zie je, als het een beetje goed prentenboek is, dan zijn de schutbladen ook helemaal in sfeer. En ik vind het dus heerlijk om ze gewoon zo te zien. Niet dicht in de kast, maar hier. Mijn prentenboeken. En dit is een korte en een beetje gekke. Ik had een beetje een moeilijk weekend. En geen puf om dingen te verzinnen. Ik ben uit de zwaarte. Ja. En mooie dingen helpen mij om uit die zwaarte te komen. Die we allemaal wel eens hebben. En ik word blij van mijn prentenboek.